It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. U wist het misschien nog niet, maar sommige zeehonden gebruiken graag een handdoek als ze uit bad komen. Leerlingen van basisschool De Starter zijn daarom vandaag begonnen met inzamelen van handdoeken voor zeehondencrèche Pieterburen. De handdoeken zijn nodig voor de verzorging van de zeehonden die momenteel massaal bij Leni het Hart logeren, omdat ze door extreme weersomstandigheden aanspoelen. Er waren heel veel zeehonden aangespoeld en dat kwam omdat door de extreme weersomstandigheden. Want er was heel veel storm en wind en regen. En daar konden de zeehonden niet goed tegen en dan spoelden ze aan in beide duinen. Groep 8A van De Starter besloot na het zien van zeehondenleed op het journaal om in actie te komen. Ik zat het nieuws te kijken en toen zag ik een stukje over Pieterburen, van dat ze handdoeken nodig hadden, omdat er nu heel veel zeehonden aanspoelen. De zeehonden gebruiken de handdoeken niet om lang uit op het strand te liggen. Dan blijven ze warm, want als je er water overheen gooit, dat is niet zo goed voor hun. Warm water. En met handdoeken dan worden ze ook schoon en dan blijven ze warm. Als u de zeehonden wilt helpen, kunt u uw handdoek inleveren bij basisschool De Starter aan de Parkweg. Café Hofman in de Boteringenstraat peilde dinsdagmiddag uit van de sterren. Showbiz Nederland verzamelde zich om aan het werk te gaan. Sterren zoals Jan Keijzer, Annie Schilder, Henk Wijngaard en Johan Flemmings zongen letterlijk de sterren van de hemel. Ze waren allemaal opgetrommeld door de Gebroeders Waterloo om een nieuwe lieder in te zingen. De Gebroeders Waterloo maken al jaren radio- en tv-programma's, bordenvol Hollandse hits, voor ogen. De 21 artiesten uit het hele land waren daarom graag bereid om de Gebroeders Waterloo aan een spetterende begintune te helpen. Nou, ik ben ze een keer tegengekomen bij de Piraat. En daar hebben ze mij zwaar onder vuur genomen met een interviewtje. Ik vond het heel komisch. Dus ik denk, ik hou wel van mensen die komisch zijn en die vrolijk zijn. Dat ben ik zelf ook. En ik denk, ik pas daar helemaal bij, maar Annie, jij voelt je eigenlijk ook helemaal op je gemak al nu? Ik ben zo blij dat Jan dit zo even geregeld heeft, want ik vind het erg gezellig. Heel bekend, Nederland doet mee met een liedje voor de Waterloo Show. Jan Keijzer, je ziet ze allemaal voorbij komen. Henk Wijngaard, te veel om op te noemen eigenlijk. Beroemd of niet, de artiesten grijpen de kans natuurlijk ook aan om reclame voor zichzelf te maken. Nou, als er iemand publiciteitsgeld is in Nederland, ben ik het wel. Dus wat dat betreft, als Mediaslet moet hier wel aanwezig zijn. Camera, waar? Nee, geintje. De Gebroeders Waterloo genieten met volle teugen van hun feestje. Een beetje kippenvel hoor. Iedereen, je ziet al die bekende zangers en zangeressen hier allemaal. Ze zijn hier in principe allemaal voor onze, hè? Gebeurt allemaal. Ja, is geweldig. Ja, top. En het bleef nog lang onrustig in Café Hofman. Patiëntjes van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG genoten vanochtend met volle teugen van sportief ziekenbezoek. De boomlange basketballers van Gastera Flames kwamen langs om de vaak ernstig zieke kinderen een verzetje te geven. De spelers balden een potje met de kinderen en met ziekenhuispersoneel. En ze lieten natuurlijk zien hoe goed ze zelf een bal in het netje kunnen plaatsen. Of toch niet. Of ja toch. De kinderen vinden het een hele belevenis dat de basketballers op visite komen. Wat vind je er zo leuk aan dan? Ze zijn zo lang. Ze zien er cool uit en zo. Dat je ook nieuwe kunstjes leert en dat je dan dat je dan ook kan herinneren dan van als je ook basketbal doet. Oh ja, dat kunstje en dat kunstje kan ik doen. Moeten er vaker sporters langskomen? Ja, vind ik wel, want kinderen, je ziet om jij en kinderen worden helemaal vrolijk ervan.
Niet alleen voor de kinderen was het genieten. Geweldig, geweldig. Dit is echt voor de kinderen een super iets. Geweldig. Ik bedoel, hij ook is zo enthousiast, deed met de lurken op mee. En ja, geweldig. Kinderen zijn, die kinderen die leven daar naartoe en die vinden dat prachtig. Ja, geweldig. De Flames doen het graag de kinderen voor even te laten vergeten dat ze ziek zijn. Dit is hartstikke leuk, ja. Spelen voor, ja, eigenlijk voor een goed doel, hè. Ja. Ja, weer is wat anders dan een normale training natuurlijk. Ja, maar dat vinden we niet erg. Kijk, als we iets terug kunnen doen voor deze kinderen, dan doen we dat graag. Dit is nu de tweede keer. Vorig jaar is het ook gedaan. En het is een traditie, dus waarschijnlijk volgend jaar weer. Dat is de zware weg gegaan die voert naar hof en haard, waar je voorgoed was weggegaan. De lucht is opgeklaard en alles wat nooit overging, wel weet, maar niet meer deert, heeft deel aan de betoog. Poëziemiddend Groningen kon weer genieten de afgelopen twee dagen. Gisteren ging namelijk de 13e editie van de Poëziemarathon van start. Door de hele stad werden in boekwinkels, cafés en in zaaltjes achteraf gedichten voorgedragen. Groningen is van oudsher een echte poëziestad die ook veel dichters heeft voortgebracht. Een van de bekendste is Jean-Pierre Ravi. Hij was in de Centrale Bibliotheek voor zijn eerste voordracht sinds lange tijd. Romance. Achter het scheve hek van roestig ijzer gaan wij dezelfde paden als voorheen. Langs doolhof, pergola en zonnewijzer, maar niets komt meer met vroeger overeen. Ik heb vorig jaar een beroerte gehad, dus ik ben iets gematigd in mijn optredens. Maar dit is vlakbij, dus dat valt mee. Wie van poëzie houdt, leest het meestal gewoon alleen thuis. Maar om het live te horen van de dichter zelf, dat is toch bijzonder. Ja, meer rust denk ik als je het op het moment dat jij ervoor uitkiest, om dan het zelf te lezen, dan heb je meer rust. En zo, wat is hier de meerwaarde van als je de dichter zelf ziet voorlezen? Ook het gezicht achter de poëzie, dat je de dichter zelf ziet. Communicatie verloopt niet alleen via het zien, maar door zijn hele gezicht, door zijn stem, ik weet niet. Dichter Driek van Wisse, die twee jaar geleden overleed, werd op een bijzondere manier herdacht. Zijn verzamelde werk Onverwoestbaar Mooi werd op verschillende locaties in zijn geheel voorgedragen. Boezemvriend Jean-Pierre Ravi gaf het startschot. Ik zal een gedicht voorlezen wat niemand kent, wat hij schreef 30 jaar geleden voor mijn 30ste verjaardag. Nu is reeds je derde kruisje. En nog geen vrouw die je meunt. Ik heb met je te doen, mijn vriend, en huil mee levend in mijn vuistje. Toch ben jij slechts het nietig pluisje dat weldra wegwaait op de wind, wanneer de Heer zijn mensenkind weer terugneemt in zijn huilig heilig huisje. Wie wil weten wat er vanavond nog te doen is, die kijkt op poëziemarathon.nl.